Als je het gevoel hebt dat je vastzit, moet je bewegen, zegt Mendel. Planten bewegen altijd, hoe traag ook. Naar het licht. Van iets weg. Ze openen en sluiten hun bladeren. Met hun wortels omzeilen ze obstakels. Robin zit op een platte steen bij de ingang van de kelders. Raya hurkt naast hem op de grond. Haar vriend is wit en stil. Hij lijkt op een ammonietslakje dat zijn schelp kwijt is. Een zacht weekdiertje, zonder verweer. Het liefst zou ze hem net als Arizona in haar binnenzak steken en hem daar veilig en warm houden. Omdat dat niet kan, lijkt bewegen haar het beste. Robin zucht als ze hem overeind trekt, maar protesteert niet. Ze neemt hem mee naar de enige plek die ze nu kan bedenken. Een plek die ze hem eerst niet had willen laten zien. En later heeft ze er totaal niet meer aan gedacht. Nu is het om een of andere reden de enige mogelijkheid. Haar kleine grot, vol mossen en varezas vlammen die gloeien in het donker. Robin werkt zich zonder een woord door de donkere opening en kruipt weg in een hoekje tussen het mos met zijn rug tegen de rotswand. Zijn ogen lijken zwart in het schemerlicht. Maar ze weerspiegelen het licht van de planten. Zacht blauw, gloeiend groen, donkergeel. En hoe langer hij er zit, hoe zachter ze worden. Wat mooi. Het voelt alsof ze smeulen van binnenuit. Vuur zonder vlammen. Raya glimlacht breed, blij dat ze hetzelfde voelen. Dit is mijn lievelingsplant, wijst ze. De bladeren lijken een beetje op vleugels en de nerven gloeien in een diep turkoois. Hij kan heel groot worden, zoals die daar. Maar wat ik het mooist vind, is hoe de jonge scheuten groeien. Altijd twee blaadjes aan dezelfde lood. Het lijken wel vogeltjes. Robin vergaapt zich aan de veelheid van kleuren en vormen. En hoe meer hij ziet, hoe meer hij ontdekt. Grassen die omhoog schieten als vuurpijlen. Bloemen waarvan hij niet weet of het eigenlijk wel bloemen zijn. Mossen die lijken op koralen. De oogjes van dieren die zich verstoppen in de donkerste hoekjes. Waarom toon je mij dit nu pas? Ze aarzelt. In het schemerduister schenkt hij haar een warme glimlach. Deze plek is echt bijzonder. Dank je. Raya legt haar hoofd op zijn schouder. Ze is nu ook van jou. Robin leunt naar voren en steekt een hand uit naar een van de dichtstbijzijnde planten. Een varen met magenta-rode nerven. Meteen lichten de gekrulde tongen op als echte vlammen, diep rood in het midden en met goudgele uitlopers aan de tippen. Wow! Raya lacht. Robin gaat op zijn knieën zitten en legt zijn handen op het mos. Golven van licht stromen over de bodem en dan verder omhoog langs de wanden. Ademloos kijkt ze toe hoe de planten één voor één oplichten en vervolgens weer uitdoven. Robin lijkt niet meer bang om ze te beschadigen of iets verkeerd te doen. Is het zijn verdriet dat hem zo zeker maakt? Of heeft hij in de kelders iets gehoord? Iets begrepen? Nee. Hoort ze plots. Het komt door jou. Raya staart naar het dak van de grot, waar ranke slingerplanten blad na blad opgloeien, als vlindervleugels die een lome glijvlucht uitvoeren over het plafond. Hoezo? Ik begrijp nu hoeveel wij eigenlijk op elkaar lijken.